Deze keer brengen we een bezoek aan Citra Bono. Zij is samen met Percy Muntslag de voorstelling Pantsja Bhutan aan het maken. Hallo, kom maar binnen. Welkom. Namaste. Ik ben Citra en ik woon in Den Haag. Ik ben een echte Hagenaar. Ik heb altijd in Den Haag gewoond. Sinds ik op mijn 12e hier naartoe kwam. Mijn grootouders zijn geboren in India. En die zijn gemigreerd naar Suriname. Dus ik begon met dansen. Ik begon met ballet en jazzballet. Maar toen ging ik over naar Indiaanse dans. Toen ik zag dat dat ergens ook gegeven werd. Kijk, ballet is op spitsen. En deze dans is doorgezakt. Doorgezakte knieën. In de corona heb ik heel veel online les gegeven. En dat werkt wel, maar op een gegeven moment wil je toch weer naar live. Optreden is heel belangrijk. Ja, optreden, daar draait het om. Dit jaar hebben we de gelegenheid gekregen om van de regentes om een heel klein stukje te laten zien. Dus daar zijn we ook blij mee. Dus we laten een klein stukje zien uit de voorstelling die nog in de maak is. Ik werk samen met een balletdanser. Hij heet Percy Muntslag. Ik ken hem eigenlijk al heel lang, want we komen allebei uit Suriname. En we merkten dat we toch heel veel op één lijn zaten met vooral filosofische dingen. En de manier waarop we keken naar bewegingen. En Percy heeft een enorme interesse voor Indiaanse dans. En hij kon heel goed overweg met de doelgroep. De doelgroep zijn Hindoestaanse jongeren die het beoefenen. En we staan open voor allemaal hoor, niet alleen Hindoestaanse, maar goed, er zijn over het algemeen Hindoestaanse jongeren die het doen. De meeste zijn hier geboren, maar ze hebben toch hun link met Suriname en met India. Dus ze zijn ook op zoek naar die connectie en die roots en ze willen toch hun eigen cultuur leren kennen. Het is ook de bedoeling dat ze daarmee dans in een breder perspectief kunnen plaatsen van wat wil je uitbeelden, wat wil je uitdrukken en je hebt je mogelijkheden binnen Indiaanse dans. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Ze leren dus ook wel om hun lichaam op een andere manier te gebruiken. Hij geeft ze dus ook die westerse ballettraining, omdat ze toch moeten weten waar komt de beweging vandaan en hoe maak je het beweging perfect, dat soort dingen. Dank dat je er was. Ik vond het heel leuk om te doen. Dus ik zou zeggen tot ziens in de regentijd. Namaste. Dit was weer het Cultuurkwartiertje.